Dit is het Haal meer uit de weg verkeersjournaal. Het journaal houdt u op de hoogte van wegwerkzaamheden op de belangrijkste wegen in Brabant. Rijkswaterstaat gaat midden september beginnen met grootschalige asfalteringswerkzaamheden aan de A4 bij Markiezaat, de weg van Bergen op Zoom naar de Belgische grens. De werkzaamheden vinden plaats van vrijdagavond 16 september 8 uur tot en met maandagochtend 17 oktober 6 uur. Hier vinden de komende maand grootschalige asfalteringswerkzaamheden plaats aan de A4, waarbij de onderlaag, maar ook de toplaag van het asfalt vervangen worden. Het ziet er op het oog goed uit, zo zal een weggebruiker het ook ervaren. Maar de onderlagen in het asfalt zijn wel slecht. En misschien heb je het zelf ervaren, als je er overheen rijdt, zitten er nog wat hobbels in de weg. En die zullen er tijdens werkzaamheden ook uitgehaald worden. De eerste twee weken wordt gewerkt van Bergen op Zoom richting Antwerpen. De laatste twee weken in noordelijke richting, vanaf de Belgische grens naar Bergen op Zoom. Er komt een verkeerssysteem op de weg te staan. Dat houdt in dat de automobilisten te maken krijgen met verschoven rijstroken. De A4 gaat dus niet volledig dicht, maar per rijrichting is er één rijstrook beschikbaar voor het verkeer. Ja, tussen de Belgische grens en het punt waar we nu staan liggen geen op- en afritten. Maar de verbindingsbogen tussen de twee snelwegen in de buurt van Bergen op Zoom, die worden wel een weekend, of een nacht, of een dag door de week afgesloten. Weggebruikers moeten rekening houden met de extra drukte en mogelijke vertraging. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers dan ook goed geïnformeerd op weg te gaan. Zeker als de weervoorspellingen het slecht zijn. Ja, voor het werkvak staat in beide richtingen een groot bouwbord. En bij de verbindingsbogen staan altijd borden die van tevoren een week geplaatst worden, die aangeven dat de verbindingsweg dicht gaat. Wilt u meer weten over de werkzaamheden rondom de A4? Ga naar haalmeeruitdeweg.nl. Via deze website kunt u zich gratis abonneren op een mail of sms waarschuwingsservice.